Doet me denken aan de Phantom. Want dan zie ik die kroonluchten weer zo naar beneden komen, hè? Jawel. Ja. Dat zie ik allemaal weer voor me, van de Phantom of die opera. Ja. Mike Welvers. Ja. Opkomst, ja. Ja. Ik vind het mooi. Niet leuk. Mooi. Niet leuk. Mooi. Niet leuk. Mooi. Niet leuk. Als je dan aan die Phantom terugdenkt, dan word je daar wel blij van, ja. En dan krijg je ook veel emoties op, hoor. Jawel. Ja, echt best wel veel volume is er ook wel emotioneel, eigenlijk. Ja, het doet me denken aan een film. Van die schrikmomenten. Ja. Als ik dat in het echt zou zien, zou ik echt denken, oh, geweldig, weet je wel. Dat je dat dan, als dat zo voor je opgevoerd wordt, bijvoorbeeld. Best wel rustgevend, vind je? Ja. Ja. Er is wel een beetje zen van. Wat? Een beetje zen van. Het begin vond ik mooi en daarna niet. Ik ben Jill, ik herken het, maar ik vroeg me af. Ik denk dat het uit een film komt, denk ik. Ja, dat is inderdaad opmerkelijk dat ze inderdaad Elvis noemt. Elvis zou je niet verwachten bij die generatie. Ze zijn gewoon Elvis. Ja. Jill, je krijgt zo antwoord op je vraag. Want elke week in Christine's Cultuursnack zit er een kleine onthulling. Soms over beeldende kunst en deze keer over klassieke muziek. En daarvoor hebben we natuurlijk Maestro Jules. Aan jou het woord. Jill, het is inderdaad veel muziek. 2001, A Space Odyssey van Stanley Kubrick. Dit begin is misschien wel het beroemdste begin uit de hele klassieke muziek. Juist omdat het in die film gebruikt is. En inderdaad, Elvis kwam altijd op met deze muziek. En het is geschreven door Richard Strauss, Duitse componist, eerste helft vorige eeuw. Deze man was zo bekend dat hij alles buiten de muziek in klank kon omzetten. Ze zeiden dat hij zelfs een bierglas in muziek kon maken. En dit begin komt uit Also sprach Zarathustra. Symfonisch gedicht van hem. Maar dat is toch een boek? Dat is toch Nietzsche? Het is Nietzsche. Het is een heel filosofisch boek. Het is een heel ingewikkeld boek ook. En wat Strauss doet, hij gebruikt allemaal ingrediënten uit het boek, hoofdstukken uit het boek, die hij in muziek omzet. Dus het gaat over wetenschap, het gaat over geloof. Hij zet dus bijvoorbeeld ook liefde om in muziek. Maar hoe klinkt dat dan? Ja, moet je eens horen. Jill, dit is toch liefde? Dit is liefde, hoor. Dit is liefde. Dit is liefde.